De oorlog woedt nu dus in het oosten en zuiden van Oekraïne. In het noorden, bij de hoofdstad Kiev, hebben de Russen zich teruggetrokken. In dat gebied komen steeds meer mogelijke oorlogsmisdaden aan het licht. Zoals in Borodjanka, een stad zonder militaire doelen. En toch is tijdens de Russische bezetting meer dan de helft van de stad met de grond gelijk gemaakt. Stof en puin is wat rest van de woonwijk aan de Lenin Boulevard. In het skelet van de stad wordt de schade opgemaakt. По моему ощущению, разрушено ну, больше 50%, это точно, потому что разрушены в основном многоэтажки, и там большое количество людей жило. Bijvoorbeeld dit gebouwencomplex, weinig van over. Hier zijn 27 bewoners tijdens een van de luchtaanvallen gedood. In de schuilkelder maken ze geen schijn van kans. Здесь самолет, русский самолет, авиационную бомбу, 500 килограмм бомба. Wie reist rond Kiev krijgt een indruk van de schaal van vernielingen. We hebben inmiddels zo'n 7 steden bezocht, maar Borodjanka is de overtreffende trap van verwoesting. De flatgebouwen zijn meermaals onder vuur genomen. Nou, we podivit, het is een військовий object, het is niet військовий object, het is een civiel object. Тут жили українці. Для чого бомбили, не знаю. De stad is geen militaire basis van het Oekraïense leger. Toch nemen ook Russische tanks woonwijken onder vuur. Hier stiekem gefilmd door een flatbewoner. Inwoners zijn als de dood. Het lijkt of het doelwit telkens willekeurig is gekozen, vooral om angst te zaaien. Hier was niemand in het huis, er was helemaal niemand. We все прятались внизу в подвале, ну как бы в подвале дома. De vloer is uit de kinderkamer geblazen en nog is het niet genoeg. Сюда второй был выстрел, третий выстрел был туда чуть дальше там по парадному. De bezettingstijd mondt uit in een rooftocht. Ongeschonden woningen worden opengebroken. Alles wat van pas kwam is meegenomen. Van een televisie tot aan een broodrooster. Het gewone leven in Borodjanka wekt afgunst bij de bezetters. Как у вас здесь унитазы, у вас компьютер, у вас эти айфоны. Вы хорошо живете, ze так говорили это самое. De stad likt zijn wonden. De schoonmaakploeg draait overuren met een sneer naar de Russen. Flatbewoners halen hun onbewoonbare woning leeg om elders opnieuw te beginnen. Er zit niets anders op.